Goedemorgen, het is maandag en wij zijn wakker en vandaag hebben we een aantal dingen op de planning, waaronder strakjes sporten met Tessa. En verder... Ik eet 2 boterhammetjes met hummus en een espresso. En dit eet Foefje. Appel en kaneel goodies. Een soort poefs. Manis is in een extreem schattige bui. Hey Manis. Ja. Manis zegt even goedemorgen. Oh. Gossie. Verhaaltjes. Tijd om te kletsen. Nee. Laat die mooie tanden van je zien. Ja. Oh. Dit is zo cute als ze dit doet. Oh, oh. Ik kan niet meer. Dit is zo schattig. Ik graag onder de knie. Ja. Een beetje van vloeg. Hey prinses. Oh, die poot. Ging je even shadowboxen? Ja. Goed zo, Marlies. Ze is een heel rondje. Ze heeft een heel rondje gedraaid zo. Ja. Mie, als ik s'nachts niet weet hoe ik moet liggen. Ik kan geen lekkere positie vinden. Oké, Tess is zo hier. Gaan we lekker sporten. Ik heb dus gewoon, geloof het of niet, nog steeds 40% spier. Ik kan het niet geloven. Ik ging van 7 à 8 keer in de week sporten naar nu 1 à 2. Ik wil het eigenlijk wel weer opcranken. We doen 1 à 2 keer personal training met Tess. En dan wil ik eigenlijk eromheen nog sowieso nog boksen. En dan nog iets of zo, I don't know. Maar ik ging zeg maar bij dat Adriana Lima event, ging boksen met een meisje. En toen zei ze echt zo van, wow, je staat er hard. Ik dacht echt, girl, ik hou me in. Want ik dacht, ik ga hem niet volop doen. Maar dan schrik ze straks, weet je wel. Maar ja, ik weet niet. Het is wel een lekker gevoel. Om te weten dat je sterk bent. En ik ben echt nog nooit zo sterk geweest als nu. En het komt echt door dat boksen. Ja, en sport eromheen natuurlijk. Het heeft niks met afval te maken. Het is te maken met sterk en gewoon lekker. En nog steeds menstruatie 28 dagen. Dat is waar ik het voor deed. Dus zeg maar lichamelijk en hoe ik me voel. En I don't care, ik hoef niet een maat kleiner te worden. I don't care. Ik ben daar helemaal overheen gegroeid, zeg maar. Dit is gewoon hoe ik ben. Maar ik kan wel de beste versie van mezelf worden. Dus sterk en gezond. Mijn eten is natuurlijk niet altijd perfect, maar I'm trying. Ik geniet van mijn leven. Laten we het daarop houden. Dan is het nu tijd om mijn andere favoriete gewoonte te doen. Mijn favoriete wekelijks terugkerende routine. Dit zit echt in mijn routine zondagavond of maandagochtend. De planning voor de hele week indelen. Oeh, wat betreft de witte planner. Ik had het al op Insta gepost, maar ik ga toch even in de vlog ook zeggen. Hij is inderdaad uitverkocht. We hadden niet verwacht dat hij zo hard zou gaan. We hadden wel verwacht, oké, december gaat natuurlijk wat harder. Maar het is echt heel hard gegaan. Hij wordt opnieuw gedrukt, maar dat duurt even. Omdat hij dus uit verschillende onderdelen bestaat die uit verschillende landen komen. En hij is er ergens begin februari is hij er weer. Dus... rond die tijd, ik zal sowieso even een postje doen of iets van hij is er weer. Want zoveel mensen die DM'en, commenten, tweeten van ik wil de witte Masha planner. Dat is dus deze, die met de holographic. Ja, hij komt zeker terug. Het is niet dat hij weg is forever. Het is gewoon, hij was gewoon op. Even maar, de business editie is nog te krijgen. En hier en daar in de etels kan je nog een groene vinden. Dus if you're lucky. Dan is het nu tijd om te plannen. Bam, bam, bam. Zo, we zitten nog in januari. Hoppakee. Oké, hij is klaar. Ik heb echt een hele chille week, al zeg ik het zelf. We hebben sporten later. Dan moet ik wat dingetjes doen en een video opnemen. Dan morgen gaan we langs een badkamerwinkel in verband met misschien ons koophuis. Volgende koophuis. En dan, even kijken hoor, ook een appje. Oh, zo meeten natuurlijk. Laptop dingen en de video editen die ik vandaag gefilmd heb. Dan chillen we een beetje in mijn ram. Dan, we moeten echt naar de IKEA om die dingetjes te doen. Dus ik heb dat nu voor woensdag ingepland. Dit. Jopie komt chillen bij ons in de avond. Dan heb ik een meeting, computerdingen, een bijeenkomst in het college hotel over YouTube zaken zeg maar. Dan neem ik 3 dagen de boulevard Insta over. Dan heb ik hier laptopdingen, cocktails met Danny, trainen met Tess, een verjaardag van Andy en dan zondag etentjes, Lau en Ash. Dus ja, dat is onze... Ik heb echt een chille week. Serieus, ik mag echt niet klagen over hoe mijn weken eruit zien. Nooit. Het is gewoon wat het is. En het fijne hiervan is dat het heel flexibel is. Als ik nu gebeld word van, hey, kan je dit en dit dan doen? Dan is de kans groot dat het gewoon kan, omdat ik gewoon best wel een chille week heb. Dus ja, toppie. Oké, Tess gaat jullie een oefening laten zien waar ik net mee getortured ben. Dat een hele, voor je billen een hele goede oefening. Dus als jullie... Heel goed voor je billen. Ja. Wat je gaat doen is met je knieën onder je heupen zitten. Je handen zijn plat op de grond onder je schouders. Je rechterbeen strek je uit met je teen naar je hak. Of nee, met je teen naar je scheenbeen en je hak omhoog. Breng je vanuit de zijkant een grote boog omheen naar de andere kant. En dan mag je 15 tot 20 keer herhalen. Zorg dat je een grote boog maakt omhoog. En goed blijven doorademen. En zet vooral je bil op spanning van je rechterbeen. Nou, die herhaal je 15 keer. Na die 15 keer trek je je knie naar je borst. Vanuit daar gelijk door, hè? Dat is het ding. Ja, hij mag gelijk door. Hoe zwaar die ook is, hou je handen onder je schouders, goed uitblazen. Hak omhoog, teen naar je toe trekken, knie naar je borst en doorstrekken naar achter. 15 keer. Zonder pauze ga je door met de andere kant. Strek je hem uit. Ook weer hetzelfde. Je been goed strekken en liften omhoog. 15 keer naar de zijkant. Gelijk door, knie in en weg, schoppen naar achter. En zet spanning op je bil. Heb je rechts en links gehad? Zonder pauze ga je weer door tot rechts. Ongelooflijk, hè? Lekker laten branden je bil. Ook weer 15 keer. En weer door. En weer door met de knie in. Ja. En achter. Dus 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Yes, en als allerlaatste hou je hem vast. 20 seconden rechts. 20 seconden links. En 20 seconden links. Fijn. Kijk of wie het lukt. Yes. Laat het achter als het gelukt. Oh, ik nu al rooi komen. Oké, we gaan soep lunchen. Ik heb die tomatensoep die ik had gemaakt. Ik ben heel benieuwd naar. Even een soepje eten. En dan gaan we Jeffree Star Surprising Shade 50.000 Gucci Makeover. Dat wil jij gaan. Ja. Oké. Dan. Alrighty, ik heb gedoucht, ik heb mijn haar en een staart gedaan. Gisteren had ik toch geprept met dat ene spul. Het lijkt nu echt super vet, daardoor. Ik weet niet. Het was niet echt perfect seasalt voor het preppen. Maar goed, maakt niet uit. Straks staart ook goed. Ik ga zo filmen. Ik heb een video-ideetje wat ik ga doen. En ik ga even omkleden. Oké, ik ben even bezig met lampen, setting, camera. Ik denk dat ik alleen de ringlamp doe, want het is echt wel goed licht nu ook van buiten. Dan even kijken of ik dan zo film. Ik vind dit te rommelig. Dat... Ik heb hier echt... Oh, dammit. Joekel. Misschien zo. Ik denk zo. Kan ook. Zo, ik ben ready om te filmen. Ik heb wat b-roll shots. En nu is het tijd om de audio te doen. Dit is trouwens de audio die wij gebruiken. We hebben een Sennheiser EW100 draadloze. En dan die. We hebben ook een rode microfoon, maar... Ik vind dit fijn. En ik heb natuurlijk mijn Yeti Blue voor de ASMR video's. Maar die vind ik dan weer te... Die moet je namelijk... Die kan niet rechtstreeks je camera in. Dat is zo raar. Het is de bekendste ASMR audio tool. Maar die moet via USB. Wat ik ook wel snap. Want dat is dan weer connected direct aan de computer. Verlies je geen kwaliteit. Maar toch. Yes. Daar gaan we. Oké, de video is opgenomen. Deze camera ziet er toch weer anders uit, hè? Jullie lamp gaat zich nu aanpassen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het heeft wel wat, maar het is echt heel glowy. Kijk, dit is hoe het eruit ziet in daglicht. Zonder de superlamp. En dit is als het een beetje schimmeriger wordt. Ja, yeah, I like it. Maar voor mijn gevoel is het heel greasy. Dus, maar ja, dit is de video die ik voor Beautygloss heb opgenomen. Ik heb de SD-kaart hier. En ik weet niet of ik het al ga editen. Misschien kan ik het zelfs wel gaan editen nu. Dan heb ik mijn zaterdag video af. Dat would be nice. Ik had nu ingepland voor morgen. Maar we gaan naar Willem en Rachel morgen ook overdag. Dus ja, ik ben wel in de moed om te editen. Oh, Foefje. Wat vind jij van mijn huid? Op het moment. Dat is nou bijna. Heel mooi? Dat is wel heel shiny. Wacht, dat is heel vet, of niet? Kijk eens. Ik doe bijna het licht hier. In de lamp, in het licht. Het is wel vet. Je huid vooral, toch? Ja, het is wel een beetje greasy. Greasy, hè? Ja. Dat is een beetje het idee. Dat je een soort van een greasy... Ik weet ook niet greasy goed. Glow of zo. Ja, maar dat heb ik al van mezelf. Een beetje wel. Hè? Ik ben aan het kleine greasy poep. Hebben jullie ooit wel eens Bikermeis van Mars gezien? Ja. Daar had je toch ook de ene met de olie die helemaal greased was. That's me. Ik ga de grease er even afhalen, want mijn huid kan dus niet zo goed tegen olie. En ik zie dit al misgaan. Zit ik morgen onder pasjes, wil ik niet. Dus ik haal zeg maar de face eraf. Oké, het is eraf. Clean skin. Ik ga nu editen. Eerst even opruimen hoor. Alles hier. Oké, nu komt dus het proces van uploaden. Nee, ik zeg het verkeerd. Importeren. Dus dan moet je het importeren. Duurt altijd even. Zeker met goede camera. Dat is natuurlijk heel hoge kwaliteit. Importeren. Dan editen en uploaden. Maar tijdens het importeren moet ik altijd wachten. Want je kan beter gewoon niks doen. Dus ik ga denk ik even een nose strip opdoen. Want ik zat net zeg maar mijn gezicht te reinigen. En ik dacht echt, mijn neus. Ik kan een nose strip gebruiken. Dus dat gaan we nu doen. Oké. Zit erop. Let's go. Moet ik even winnaars kiezen voor Beautygloss van Nivea. Oké, ik ga hem eraf trekken. Het is altijd zo satisfying. Hey Manis, je hoort echt een olifant van de trap komen. Weet je dat? Het is Manis. Kitten. Hey Manisje. Hey meid. Oh, je moet het naar de kattenbak geweest. Oh. Holy. Oké, ik heb iets ontdekt. Ik zal het ding niet heel... Ik haal altijd de meeste gunk eruit als ik hem, zeg maar de kant waar ik hem naartoe trek. Dus zeg maar, ik trek hem hier, dan komt er een beetje. En dan trek ik hem hierheen. En dan alsof het zeg maar die kant op lekkerder is. Net als met bijvoorbeeld waksen van haren en zo. Dus ik denk dat ik nu nog een neusstrip ga doen. En dan ga ik hem die kant op trekken. Kijken of ik nog meer uit deze kant eruit kan halen. Want dit zit echt holy cow vol. Nog eentje. Deze is toevallig zwart, dus dan zit er kool in. Dat vind ik altijd nog beter. Ik dacht eigenlijk dat ik een andere soort nose strip zou doen, maar hij was wit in de verpakking. Ik dacht, het zal wel. Het is in ieder geval zo'n Björn strip. Ooit in Amerika gekocht. Oké, zit te editen en ik ga de volgende eraf halen. 2 nose strips achter elkaar. Oké, andere kant op. Kijk, zo pakt hij echt minder. Nou, hier is natuurlijk ook al van alles uit. Ja, daar gaan we weer. Zo, holy cow. Holy cow. Het is best wel een lifehack. Dat je twee achter elkaar doet. En dan eerst de ene kant op, dan de andere kant. Komt echt zoveel meer af. We gaan Flat Earth docu kijken. Maar het was made in Photoshop. Dit is serieus? I'm Adriana van Zeller and I'm in Southern California to look into a growing movement in America. Het enige wat ik hierover kan zeggen is... Hey Manis, hi meid. Ik ga lekker in bad. Manis doesn't care. Siem vindt wel badderen interessant. Manis really doesn't care. En hier hebben we weer mijn vintage Lush collectie. Ik heb van jullie geleerd dat die ene bruisbal, dat die niet meer goed is. Dus daar zat jelly in, wat niet meer goed was volgens mij. Ik heb zo'n vermoeden dat eigenlijk... Ja, heel veel wat hierin zit eigenlijk misschien niet meer goed is. Die ziet er eigenlijk ook helemaal niet zo goed meer uit. Wacht, laten we heel realistisch zijn. Deze is van mij van afgelopen Halloween. Die ziet er nog wel goed uit. Die ga ik gebruiken. Ik weet niet hoe die heet. Hij lijkt op Manis. Volgens mij is die niet extreem oud. Maar hier heb ik ook nog wat dingen. Ik heb ook de laatste kerstcollectie nog wat dingetjes van. Maar ik wil eerst mijn oude dingen opmaken. Toch zien, ruik. Lekker? Nee? Nee. Ik heb even mijn research gedaan. En dit is dus een bubble bar. Oftewel, bubbles! Wow, van de Halloween collectie, kijk. Later wordt het zwart. Ik heb er een gat in gemaakt. Zo, kijk dit water. Het is gewoon zwart. Wow. Het bad is vol aan het lopen en ik ga een make-up doen. Deze... Animal Dragon Soothing Mask. Volgens mij heb ik deze Hongkong gekocht. En het is blijkbaar een masker in de vorm van een draak of wat anders plaatje. Oh, viel. That's it? Alleen dit? Oh, het is echt een heel duur masker. Oh, ik ben nu al die super luxe 5 lagen maskers gewend. Maar dit is gewoon eigenlijk hoe het hoort. Gewoon een dun papiertje. Kijk dan. Hoe lachen. Ik ben voor een hydraterend masker gegaan. Omdat ik echt een hele droge huid had. En ook gewoon dat ik mijn neusstrip had gedaan en zo. En ik ja, even wat hydratatie. Soms kan je dus doordat je huid niet zeg maar droog, maar vochtarm. Doordat die vochtarm is, ik heb soms dat ik het idee heb dat ik daardoor juist puistjes krijg. En dat schijnt dus ook echt zo kunnen zijn. Dat je huid meer tol gaat aanmaken en zo. Heel grappig. Ja, lol. Soothing mask. Er staat hier 10 tot 20 minuten. Nou, ik laat hem gewoon echt 30 minuten zitten. Kijk, dit badwater. Het is gewoon helemaal zwart. Hoe vaag is dit? Wel super nice en foamy. Ik ben klaar. Ik heb lekker een bad gezeten. Ik ga heel veel de vlog nog doen en lekker slapen. Foefjes Mankave Tour staat nu online op zijn kanaal. Sommigen vroegen ernaar of hij dat wilde opnemen. Staat dus op zijn eigen kanaal. Die heet Mankave, dus dat is natuurlijk wel zo... Toepasselijk, ja. Yeah. Dat hij daarop staat. Dus ja. Ja. Dat zal je ondergelinkt zijn. Oké, edit. Ik ga de vlog afsluiten. Wel te rusten. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen. Bye.